Ik heb twee plaatjes voor u, dus dat is een hele troost aan het begin en aan het eind. Als ik meer plaatjes heb, dan gaat mijn verhaal helemaal naar de knoppen, dus dat ga ik niet doen. Maar die twee plaatjes, die lukken wel. Ik wist niet dat het zo interactief zou zijn, voorzitter, maar daar wilde ik ook mee beginnen. Want ik wilde even vragen aan de zaal, met een beetje hand opsteken, wie stookt er vandaag nog op aardgas? En wie kookt er nog op aardgas? En wie van jullie denkt dat hij in 2035 ook nog stookt op aardgas? Dat is wel aardig wat minder, hè? En denkt u nog te koken op aardgas eigenlijk dan? Stookt er iemand op elektrisch inmiddels? Ja? Ja, u stookt? En wie kookt er op elektrisch? Nou, dat is een spannende dag vandaag. Weet je wat ik echt ook spannend vond? Ik vroeg net nog even aan Teun Bokhoven, maar ik kon zo snel alle namen niet vinden. Maar aan de ene kant vind ik dat ik nog niet zo lang aan het werk ben bij het ministerie van Economische Zaken op het gebied van energie. Aan de andere kant zeggen mensen, na 6 jaar moet je ook weer eens vertrekken. Voor zij die dat graag willen is een troost. Ik ben op een leeftijd dat u niet lang meer last van mij zult hebben. Maar het is wel zo dat ik naar de vorige warmtecongres gekeken en naar de deelnemers. En dan heb je, excusez-le-mo, zie je best veel believers op dat soort warmtecongressen. Als je nu kijkt, en dan komt Robert Koomans van APG, die er is, weet ik, vaker tegenwoordig bij onderwerpen die te maken hebben met duurzame energie. Ik heb hem in de adviesgroep Wind op Zee zelfs gehad. En ik zie gastransportservices, waarvan je misschien zou kunnen denken, ai, dat is onze grote concurrent natuurlijk, want die vervoert gas. En waarom zouden die hier moeten zijn? Als je kijkt wat er in het afgelopen jaar eigenlijk aan wijzigingen al geweest is, zonder dat we er echt bewust van zijn, is dat heel groot. Het interesseveld is echt volledig veranderd. En u hoopt natuurlijk dat ik u vandaag ga vertellen hoe het er precies uit gaat zien. Dat is natuurlijk uw grote hoop. En uw grote teleurstelling is dat ik u nu al ga vertellen, dat zit er niet in. Dat zit er niet in. We hadden vorig jaar een directeurenconferentie. En dan denken wij altijd dat de hele intelligentia van het ministerie van Economische Zaken daar samen is. En toen hadden we iemand die ook op deze plek stond. Ik zat toen in de zaal. Een trendwatcher. Die probeerde ons uit te leggen wat beleid maken is en hoe goed we daar eigenlijk wel niet in zijn, in beleid maken als Rijksoverheid. Ik beperk me maar even niet. Gemeentelijke overheid en provinciale overheid zijn stukken beter, maar ik beperk me maar even tot de zielige klasse van de Rijksoverheid. En deze meneer liet mij zien een A4'tje. Dat toonde hij aan, die directeuren en DG's en plaatsvervangende directeuren-generaal. Zeg maar de mensen die denken dat we weten waar we uitkomen in de toekomst. En hij zei, als ik dit A4'tje ga vouwen, en technisch zal het steeds moeilijker vouwen worden, maar stel, je kunt dat goed blijven vouwen. Wat voor lengte denkt u dan wat we zullen hebben? Nou, Teun, op jouw plek ongeveer staat een van onze hele belangrijke DG's, die wij altijd denken dat hij eigenlijk alles wel weet. Die heeft ook altijd het grootste woord, dus die riep direct 1,2 kilometer. Waarom hij dat precies zo zei, weet ik niet. Maar hij was daar zelf zeer trots op. En wij lachten hem eigenlijk een beetje uit, omdat wij het gevoel hadden dat met een paar honderd meter, met zo'n A4'tje, je er eigenlijk wel zou zijn. En toen zei die man, dat is eindeloos, vrienden. Ja, je kunt het niet eindeloos vouwen, maar ik heb u verteld dat u het A4'tje kunt blijven vouwen. En als u dat kunt blijven vouwen, is de lengte van het A4'tje wat eindeloos. Nou, daar hebben we toen de hele dag nog over nagedacht wat hij nou eigenlijk zei. En toen hebben we ons maar weer tot de bodem van wat we wel snappen, hebben we ons beperkt. En wij kwamen erachter dat als we even 4 jaar terugblikken, en dat hebben we toen die dag gedaan, op het gebied trouwens van telecom, want ik doe niet alleen maar energie, maar op het gebied van telecom, op het gebied van mededinging, op het gebied van energie. Als je 4 jaar terugkijkt, en wat we toen dachten, hoe het volgende kabinet ongeveer zou eindigen, dan zaten we er volledig naast. Dus vertrouwt u mij vandaag niet al te veel wat ik ga zeggen. Vertrouwt u dat niet te veel.
Ons bereik is ongeveer, als je het hebt over beleidsmaken, maar ik moet u zeggen, het zal voor u in de zaal niet vreselijk veel anders zijn. Uw intelligentieniveau is misschien hoger dan van ambtenaren, maar dan nog is het best wel knap om te zeggen ongeveer waarin je denkt, waarin je in 3 tot 5 jaar zult zijn aangeland. Mijn eerste plaatje, en dan hoop ik dat dit lukt, want dat vind ik altijd zo spannend. Dat is het tweede plaatje. Dit is het eerste plaatje, ja. Dit is een plaatje, nou dat heeft Jolling de Vries, die is ergens in de zaal, heel veel mensen kennen hem al. Dat is onze nieuwe programmaleider Warmte sinds 1 juli. Dus u snapt wel dat wij wel met het onderwerp bezig zijn. Die heeft dit plaatje voor mij even van stal gehaald. En ik wilde eigenlijk ook een beetje aan u een beeld geven wat wij dachten in 1979. Dit plaatje is van 1979, het is een semi-wetenschappelijk tijdschrift voor kinderen, geef ik er eerlijk bij. Ik weet niet of u direct alles kunt zien, maar die daken die u ziet, die zijn bedekt met zonnepanelen in 1979. Dat is op zich toch wel weer knap, want zover zijn we toch wel gekomen. Er loopt ook een robot rond die thuis drankjes uitserveert. Nou is mijn behoefte aan robots die drankjes uitserveren niet geweldig groot. Maar bij mij thuis is die er ook nog niet. Dus dat is weer niet uitgekomen. Maar u ziet hier flatscreen tv's. U ziet hier papierloos werken. U ziet hier thuis winkelen. Ja, dat is er allemaal al. En als u heel eerlijk bent, is er al veel meer dan dit semi-wetenschappelijke tijdschrift aan u had beloofd. Het gaat snel. Het gaat erg snel. En ik denk dat ik geen ziener hoef te zijn om te zeggen dat we op dit moment op een enorm punt staan van kantelen. Het energieakkoord en de mensen die dat beoordelen hebben het beroemde woordje kantelpunt ook al genoemd. Ik denk dat we op een kantelpunt staan niet omdat we het hebben bedacht. We staan op een kantelpunt omdat het zo is. We staan echt voor een enorme uitdaging. Klimaatverandering, of het nou plus 2 graden is of meer. Wij zullen behoefte blijven houden aan warmte. En we zullen ook behoefte blijven houden aan koude. Maar ik beperk me vandaag tot warmte. Ik ga even terug in mijn eigen tijd. Ik ben nu 63, dus je kunt ongeveer uitrekenen welke belangrijke tijd ik heb meegemaakt toen ik ongeveer 8 jaar was. Ik was nog dat jongetje die in een relatief klein dorp in Friesland van mijn vader in het donker naar achteren moest lopen om de kolenkit te vullen. Dat was trouwens een enorme vooruitgang, maar daarvoor hadden we van dat soort antracietachtig spul, waarbij je al zwart werd als je alleen maar de kolenkit zo over de grond haalde, en dan kon je daarna douchen, die we trouwens niet hadden, moet ik heel eerlijk zeggen, maar in ieder geval de tobbe stond dan voor mij klaar. Wij kregen toen de beroemde eierkolen, en dat vonden wij een enorme vooruitgang. Want daar had je veel meer in zo'n kit en dan hoef je minder te schrapen over de grond. Eierkolen, dat was het hem. Volgens mijn ouders zou het dat ook blijven tot ze daarin slochteren op een of andere manier een gasbel ontdekten. En ik weet niet hoe het u verging. U bent trouwens soms best wat jonger, dus u zult niet eens hebben meegemaakt dat er een gasbel in dit land is gevonden. Maar ik heb toen gedacht dat dat oneindig was. Ik heb eigenlijk nooit gedacht, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, en dan werk ik ook nog in het veld, dat ik zo'n 10 jaar geleden eigenlijk ook niet had gedacht dat het eindig was. Ik weet niet waarom ik niet dacht, want eigenlijk zou je denken, het zal wel een keer op zijn of zo. Maar mijn beeld was eigenlijk toch wel dat dat oneindig is. En worldwide, kunnen we heel discussie hebben, is er natuurlijk ook best nog wel veel gas. Zijn er best nog wel veel kolen. Ik haal meneer Terium maar aan, die er vandaag niet is en die ooit tegen mij zei, het stenen tijdperk is niet afgelopen, Bert, omdat de stenen op waren, maar het was omdat de wereld was veranderd. Dat zal voor een aantal vormen waarmee we nu op steeds nog rekenen, gas, kolen, olie, zal het denk ik ook niet zo zijn dat als ze op zijn, dat we dan er pas mee stoppen. Ik denk dat de wereld om ons heen eerder is veranderd en dat er dus de consumenten zullen heus wel ons uitleggen waar ze behoefte aan hebben. En het is ook niet het ministerie die ervoor heeft gezorgd dat op dit moment er een enorme lokale boost is. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Er zijn wat faciliteiten voor lokaal niveau. We hebben dingen die mensen nauwelijks kunnen begrijpen soms. De postcode-roos wordt steeds beter begrepen, maar in het begin was dat best wel ingewikkeld. Maar het waren de mensen zelf. Het waren de mensen zelf die de wijzigingen hebben aangekondigd. Het is niet de overheid. Het is trouwens heel vaak niet de overheid die u het rechte pad wijst. Vertrouw er niet op. Kijk,
als u in de warmte zit, kijk naar de maatschappij en hoop op de overheid. Dat is mijn boodschap aan u. Draai het niet om. Reken niet direct als eerste op de overheid. Dat is niet het makkelijkste vak. Ik wil u toch even de grote. Ik ben niet zo de man van cijfers, want ik denk dat u vandaag nog veel meer cijfers krijgt dan ik u kan geven. Maar als u op dit moment u realiseert dat onze energiebehoefte op dit moment voor 55% bestaat uit warmte, dat is wel enorm. Dat is enorm, enorm veel. En als ik u vertelde van die 55% warmte slechts 4% duurzaam is, dan heeft u wel door dat er nog een best een lange weg voor ons te gaan is. En u zult graag willen horen van mij, en daar ga ik straks nog even op in, hoe ik dan die warmte voor me zie. Maar ik vind echt dat onze first fuel energiebesparing zou moeten zijn. En dat meen ik echt serieus. Of je nou het rapport van Greenpeace neemt over de toekomst, of je neemt het rapport van IEA over de toekomst. Wat wij niet goed doen, en u ook niet, ik ben bang dat ik u allemaal kan aanspreken, is energie besparen. Dat zit niet in uw hoofd. En wat is nou het gekke? Mensen denken dat dat best een eenvoudig onderwerp is. Want iedereen kan mij ongeveer uitleggen wat het je wel niet bespaart als je energie bespaart. En hoeveel geld het oplevert. Dit slaat niet aan. Dit slaat niet aan. Als u in uw eigen huis kijkt, dan zult u constateren dat u aardig wat meer apparaten hebt dan 20 jaar geleden. U zult zelfs ontdekken dat uw kinderen tegenwoordig ook over diezelfde, tenminste als u kinderen heeft natuurlijk, over diezelfde apparaten beschikken en dat al zeer normaal vinden. En al die apparaten zijn energiezuiniger. Maar is het dan ook zo dat u inmiddels ook al enorm energie aan het besparen bent? Een van de eerste onderwerpen wat Jolling de Vries ook mee bezig gaat is tussen de oren krijgen, echt op een vrij agressieve manier, dat energiebesparing een weerbarstige materie is. Het is geen eenvoudige materie. En ik zeg dat hier maar een keer heel hard, omdat overal het woordje energiebesparing als granted wordt genomen. Of je nou in de Tweede Kamer komt, of misschien zelfs het ministerie, wij denken energiebesparing loont, dus dat moet je doen. Burgers en bedrijven hebben dit niet op hun hoofdmenu staan. Ik denk, ik ga niet langs de raden van bestuur allemaal, maar als ik langs de raden van bestuur van Shell, Axo, DSM, et cetera zou gaan, dan denk ik dat ze als eerste denken aan nieuwe producten en aan omzetvergroting daarvan. Dat ze ook aan investeringen daaraan denken. En we hebben best wel convenanten met elkaar en energiebesparing gebeurt wel, want elke keer als u opnieuw investeert, is de investering altijd weer beter dan de vorige. Maar ik denk dat energiebesparing iets is wat ik graag bij u vandaag ook tussen de oren wil krijgen. We komen daar nog op terug. Besparen op energie en op warmte is een enorm potentieel. Ik geef u toch een getalletje, 160 petajoule. Maar hier zitten zoveel kenners in de zaal dat die beter weten wat een petajoule is dan wat ik. Maar 166 petajoule besparen is besparen van een gemiddeld jaarverbruik van gas van 3,6 miljoen huishoudens. Dat is nogal wat. En dat potentieel is er wel. Het is er wel. Wij kunnen het ons niet permitteren, als we kijken naar de toekomst met de klimaatverandering, dat we dit potentieel niet gaan benutten. En om een ander voorbeeldje te noemen, in de Rotterdamse haven wordt jaarlijks 12% van de hoeveelheid gas die wij jaarlijks gebruiken weggekoeld voor warmte. 12% van wat wij gebruiken. Dan zou je zeggen, ja, die haven is ook best groot, dat is ook wel zo. Maar we hebben het hier dus over grote getallen. En dus hebben we het ook over een groot onderwerp. We spreken hier niet over een klein onderwerp. Misschien dat u 4 jaar geleden misschien nog dacht dat u klein was met uw warmte. Nee, u bent groot en u wordt groter. En hoe dat gaat worden, dat vind ik de grootste uitdaging voor mij nog een aantal jaren. Voor Tjalling de Vries, die nog heel jong is en dat team wat bij hem zit nog heel jong is. Een uitdaging voor de komende 10 jaar. Zo moeten we het wel zien. Maar misschien voelt het als terug in de tijd. Misschien voelt het weer als het gemeentelijk gasbedrijf wat u ooit kende. Of uw provinciaal elektriciteitsbedrijf Friesland, wat ik heel goed kende. Mijn broer werkte daar en dan was je super trots. Dan zorgde je dat in Friesland in ieder geval het licht aanbleef. Nou, dat geeft veel trots in Friesland, kan ik u vertellen. Maar hoe gaat het worden? Ik denk dat de lokale overheden, provincies en gemeenten een essentiële rol gaan spelen in de omschakeling naar waar we naartoe gaan. Dat geeft ook een enorme verantwoordelijkheid, moet ik zeggen. Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid aan deze
overheden. Die zullen het ook niet zonder de nationale overheden en zonder internationale aspecten kunnen doen. Maar laat ik een paar wijsheden, en of die waar worden is ook nog maar even de vraag, maar een paar wijsheden waar veel aanbod van warmte is en waar veel vraag van warmte is, zijn collectieve warmtenetten wel een zaak waar je serieus over moet nadenken. Wij denken bij het ministerie dat we daar stevig aan moeten trekken. Wij doen dat ook. Ik zie Daan Prevo zitten. We spreken met het warmtebedrijf, we spreken met Amsterdam. Jan van der Meer is er ook, zie ik. Wij hebben een aantal green deals. Mensen vragen wel, wat doen jullie dan? Ja, wij doen kleine bedragen, maar wel bedragen die goed genoeg zijn om de business case draaiende te krijgen. Want we moeten gewoon beginnen. Wij kunnen niet de hele tijd kijken of er ooit iemand wel gaat beginnen. Wij zijn met 6 grote projecten in Nederland bezig. En die 6, dat heet dan heel deftig de Green Deal van het vorige kabinet, zeg ik maar heel eerlijk. Maar daar proberen we uit te testen verschillende aspecten. Dus we doen niet 6 keer hetzelfde. 6 keer de pijp aanleggen en dan erachter komen hoe je een pijp aanlegt. Dat doen we maar 1 keer. Maar wij doen in Amsterdam bijvoorbeeld vooral de positie van de consument. De aarzeling nou van de consument. De aarzeling van vroeger van de consument. Doordat ze onverwerkt of inmiddels verwerkt leed, maar doet er niet toe, het is leed. Wat ze nog doen denken aan, het zal wel weer hetzelfde gaan als we straks op die warmtenetten worden aangesloten. Het zal wel niet helemaal goed gaan. We zullen wel te veel betalen. Ja, daar gaan wij dus mee bezig. Wij gaan de warmtewet fundamenteel herzien. Misschien is dat wel heel triest dat ik dat zeg, want die warmtewet is in werking sinds 1 januari 2014. Je zou moeten denken, goh, dat we daar nu al fundamenteel naar moeten kijken. En toch moeten we dat doen. Dat moeten we doen. De toekomst zal zijn dat elektrisch, gas en vormen van heet water, noem ik het maar, op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren. Dat is de enige strijd die fair is. Hoe dat er precies uit zal zien, ja, er zal een positie voor de consument natuurlijk moeten zijn. Die is er altijd als je het hebt over dit soort onderwerpen. Maar er moet ook een positie zijn dat we eerlijk zaken met elkaar kunnen verdelen. Dat de lasten bij een warmtenet gelijk zijn verdeeld dan wanneer je een gasnet zou moeten aanleggen. Dat moet wel fair zijn. Als de competitie niet fair is, ben je bij het ministerie van Economische Zaken eigenlijk altijd aan het verkeerde adres. Wij houden van competitie, we houden van faire competitie. En volgens mij is het mogelijk. We willen de warmtewet. Mark Driessen is er, ik heb hem al gezien, die zit er links. Nou, die gaat nu bibberen, wat ik natuurlijk zeg. Maar wij denken dat we die volgend jaar gewoon klaar willen hebben, aan het eind van volgend jaar. Die willen we klaar hebben. Dat wil trouwens ook de minister, en dat durf ik hier gewoon te zeggen. Het is niet dat ik dat heb bedacht. Deze minister wil tempo maken. Deze minister heeft natuurlijk ook te maken met de gevolgen van de winning van aardgas. En die kent u allemaal. Ik ga u de krant niet voorlezen. U kunt het allemaal bedenken. Wij moeten in dit land nadenken over de toekomst, hoe we ons gaan verwarmen. Ik heb nog 1 minuut. Oh, God, dat plaatje moet er nog even op direct. Ja, even kijken of dat dan gaat lukken. Dat is mijn uitdaging. Kijk, ik woon daar in de buurt van Woerden. Daarom heb ik dit plaatje natuurlijk gekozen. Ik woon er op een boerderij. Waarvan ik vrees dat dat all electric gaat worden, hoor. Want een collectief warmtenet aanleggen bij die boeren. Nou, misschien dat Teun zegt, ah jongen, dat kan best. Maar ik zie dat nog niet voor me. Maar dit plaatje hebben we erop gedaan omdat dit de toekomst zal worden. We zullen redelijk regionaal, waarbij je misschien in het westen Amsterdam, Rotterdam zelfs wel eens aan elkaar zou kunnen verbinden. Dus het is allemaal niet zo. En we zullen waar we veel warmte hebben en veel vraag, zullen we eerder collectief gaan. Waar weinig mensen wonen en weinig aanbod voor warmte is, denken wij dat all electric de weg zal worden. Is er dan nog een positie voor gas? Ja, die zal er ook zijn, vraagt u mij nou niet. Hoe ziet die er dan precies uit? Maar ik zeg maar eerlijk tegen u, het is niet toevallig dat gastransportservices ook geïnteresseerd is om hier vandaag te zijn. Omdat zij ook denken dat de wereld gaat veranderen. Hoe die gaat veranderen? Ik zou zeggen, wij hebben volgend jaar de energiedialoog. Dat zal Tjolling de Vries ook doen met al uw ideeën. Beroemde dingen als third party access, meerdere bronnen van warmte. Het zal allemaal bij u langskomen. Wij gaan dat niet in splendid isolation bij het ministerie van Economische Zaken doen. We gaan dat samen met u doen. We gaan dat samen met de overheden doen. Samen met de bedrijven. En samen met iedereen die een goed idee heeft. Wij zeggen altijd maar tegen elkaar, don't ask me what you can do for the energy transition. What can you do for us? Dank u wel.